In de eerste plaats heeft de regering besloten om met betrekking tot de heffingstoelage, welke 50 SRD was per maand en een totaalbedrag was van 600 SRD per jaar, te verhogen met 50 SRD, waardoor dat 100 SRD wordt per maand en dus gaat naar 1200 SRD per jaar. De tweede maatregel die de regering getroffen heeft is met betrekking tot onbelast kinderbijslag, welke 35 SRD was en dat gaat nu naar 50 SRD met een maximum van 4 kinderen per maand. Dus dat wordt die 35, 4 maal 35 per maand maal 12 gaat nu naar 4 maal 50 maal 12 per jaar. Daarnaast heeft de regering ook besloten de onbelast van 50 SRD in 2011, die toegewezen was ter ondersteuning als compensatie, 600 SRD per maand. En in december 2015 is deze 50 SRD gegaan naar 100 SRD per maand, dat is nogmaals 1200 SRD per maand. En de regering heeft voorgesteld per 1 mei 2016 nog een 100 SRD onbelast te kennen, welke ook 1200 SRD per jaar wordt. Totaal heeft de regering middels deze drie maatregelen een totaalbedrag van 3000 SRD aan belastingkorting gegeven aan de Surinaamse burger. De regering heeft besloten om de grens van vakantieuitkeringen, welke 3000 SRD was, te verhogen naar 4000 SRD. Ditzelfde geldt voor de garantie en bonussenpremie die gegeven worden, die een bedrag moet beroepen van 3000 SRD onbelast, dat ook nu gaat naar 4000 SRD. De regering heeft besloten en voorgesteld toen aan de vakbeweging om dit mee te nemen. De 65 SRD koerscompensatie die gegeven werd te verhogen naar 100 SRD. Dit zijn de fiscale maatregelen die de regering genomen heeft. Verder zijn er een aantal andere maatregelen toegevoegd die ondersteunend moeten zijn aan de fiscale maatregelen. Zo heeft de regering voorgesteld aan de vakbeweging gisteravond. U weet, er is een basispakket welke nu bestaat uit 40 producten. Deze uit te breiden naar 60. En de 20 andere producten gaan we in gemeenschappelijk overleg met de vakbeweging bespreken om te kijken wat hun suggesties zijn met betrekking tot het aanvullend pakket van 20, zodat het een totaalpakket wordt van 60 producten die belastingvrij het land binnen mogen komen, waarop de consument dan de mogelijkheid heeft om deze producten tegen de vooraf bepaalde bedragen te kunnen aanschaffen. De regering heeft verder ook in overleg met de Nationale Assemblée een heel belangrijk punt welke heel ernstig speelt bij de vakbeweging. Dat is het vraagstuk van de huishuren die in vreemde valuta betaald worden. En in nauw overleg met de Nationale Assemblée is gekeken naar de wettelijke maatregelen die kunnen ondersteunen dat vanaf de datum 1 mei, dat is het streven, dat huurpenningen niet meer in vreemde valuta aangeprijsd mogen worden, maar dat gebeurt in SRD. Dit heeft een achtergrond dat iedereen die kan aantonen dat minimaal 25% of tot 1/3 deel van het salaris besteed wordt aan huurpenningen, dat er een structuur in place komt. Dat is een applicatieformulier die kan helpen bewerkstelligen dat er huurcompensatie gegeven wordt. Dit snijdt aan twee kanten. Dit gaat inhouden dat de eigenaren, de verhuurders, een inkomstenbelasting betalen en dat de staat compensatie terug kan geven aan de huurder die in vreemde valuta huishuurpenningen betaalt.
Er was een specifiek verzoek van de vakbeweging met betrekking tot leningen die in valuta zijn aangegaan bij aanschaffen van voertuigen en dat soort zaken. Daarover heeft de regering nog geen uitsluitsel, omdat het een ingrijpende situatie is die goed bestudeerd moest worden. We hebben verder besloten om goed na te gaan met de Belastingdienst op welke wijze er een bevriezing zou kunnen plaatsvinden van de douanekoers. De gedachte hierachter is dat de regering besloten heeft om de gemeenschap te ondersteunen met betrekking tot de prijzen van goederen en zaken, zodat er geen onnodige verhogingen meer plaatsvinden na de valutaveiling die aankomende is. Dit is een beschermende maatregel naar de consumenten. Dit geldt voor de totale samenleving, dus niet een specifieke maatregel alleen maar voor de vakbeweging. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende zaken aangegeven. Bijvoorbeeld heeft de regering nu aangekondigd dat 7000 pakketten verstrekt worden door het ministerie van Sociale Zaken. En deze zijn gratis. Deze worden verstrekt aan de groep die het hardst nodig heeft. Ook is er een structuur in place waarbij er per dag 1500 pakketten verstrekt worden die een waarde hebben van 170 SRD, maar verkregen kunnen worden voor een bedrag van 65 SRD. De regering heeft voorstellen gedaan aan Refaxuur en BVL dat we ze doen toekomen een overzicht van de plekken waar deze pakketten ook te verkrijgen zijn voor deze groep ter ondersteuning van wat men nu meemaakt met de huidige situatie. De Belastingdienst die moet verder nog uitwerken een heel specifiek verzoek van de vakbeweging met betrekking tot de belastingschijven. Het is een hele ingrijpende aangelegenheid welke goed onderzocht moet worden. Er moeten doorberekeningen gemaakt worden. Dus de regering is nog niet zo ver met betrekking tot dit punt. En dit hebben we gisteravond ook meegedeeld aan de vakbeweging dat hieraan doorgewerkt wordt door de deskundigen van de Belastingdienst en dat we in nauw overleg blijven met de vakbeweging ten aanzien van deze hele specifieke kwestie. Het is goed om bij tijd en wijl de gemeenschap te informeren, omdat de mensen kunnen in ongewisse blijven, maar zijn er ook andere onverlaten die proberen misbruik te maken van de situatie en denken van we moeten mensen mobiliseren, we moeten op straat gaan en wij geven aan dat dat kunnen geen oprechte Surinamers zijn, omdat op straat gaan geen soelaas biedt voor de problemen die we hebben. Wat soelaas biedt is om met elkaar te kijken hoe kunnen we deze economische malaise gezamenlijk het hoofd bieden. Vandaar dus dat wij met jongeren, met andere sociaal-maatschappelijke groeperingen bezig zijn en uiteraard met de grote vakorganisaties zoals Refaxuur.